Al 129 jaar is FC Dordrecht de voetbalclub van de Merwestad. En ook dit seizoen wordt er weer een poging gedaan voor het linker rijtje. Maar wie zijn de jongens eigenlijk die de eer in het stadion op de Kromme Dijk verdedigen? RTV Dordrecht stelt ze aan u voor. Mijn naam is Anthony Swolfs, ik ben 22 jaar. Ik kom van Telstar en daarvoor speelde ik in België, bij Gent en Club Brugge onder andere. En ik ben keeper. Vooral wou ik gewoon minuten blijven maken. Op mijn leeftijd is het belangrijk dat ik gewoon blijf spelen. En bij Dordrecht kon ze dat wel niet beloven, maar het is wel van de raad. En ja, het is aan mij om het waar te maken, maar ik kijk er naar uit. Ik ben puntpakken. Ja, goed. Allemaal leuke jongens, allemaal met een doel. En ja, het is gewoon een jaartje sneller. Het is gewoon, ja, ik heb 3 maanden